Zo schilderde hij ze vroeger. En deze zonnebloemen zijn nog maar een paar weken oud. Bloemen zoals Mark ze 's morgens vroeg ziet tijdens het hardlopen, met fladder nevel boven het veld. De schemer zijn hele mooie momenten. De mist, de nevel, de opkomende zon, de ondergaande zon. Dus al die momenten waarin het licht in transitie is, in beweging. Zeker hier in Zundert kijkt de geest van Van Gogh altijd mee. Kan je na hem nog wel zonnebloemen schilderen? Mark heeft er geen moeite mee. Als ik in de lente weer de nieuwe irissen zie in de tuin en ik ben begeisterd, ik raak erdoor gepassioneerd, dan is het legitiem om ze te weer gaan naschilderen. Al heb ik er duizenden eerder geschilderd. Ik zeg tegen jou ook niet dat jij de komende winter als er sneeuw ligt niet meer mag gaan wandelen, omdat je het al een keer hebt gedaan. Dus je bent niet meer origineel. Deze zonnebloemen zijn van Erik Andriessen, die in 1993 overleed. Mark wilde graag samen met hem exposeren. Je staat oog in oog met de zonnebloem en dus oog in oog met de vitaliteit van het leven. De zonnebloem wordt bijna menselijk. Hè? Het is bijna iemand die zo voorover buigt. Hè? Of juist zo staat en stoer. Hè? Ze krijgen een. Ze worden een soort van acteur, de bloemen. Hier zie je meteen die bloemen. Het is een ouder schilderij. Het nieuwe werk is abstracter. Maar volgens Mark nog steeds het uitzicht vanuit zijn atelier. En ze zijn opgenomen in het geheel van akkerbloemen. Dus het zijn oranje toetsen in een landschap. Het Van Goghuis is een klein museum, al komen er wel busladingen Japanners langs. Maar ook voor Brabanders is het zeker de moeite waard.